Mag ik u een plakje pikante wust laten proeven? Irene zou zelf waarschijnlijk nooit gedacht hebben dat er zo over haar gepraat zou worden. Van Irene wust. Ken je die pikante wustjes? Hoor je dat nou? Ja, ja. Hoe smaakt het, mevrouw? Geweldig. Hartstikke lekker. Toch zijn de pikante wustjes een succes. Net als Irene zelf. En dat weten ze ook twee deuren verderop. Het woestenbroodje? Nee, ik ken het nog niet, maar het ziet er wel heel lekker uit. Een breekbroodje gevuld met gehakt. Dan kun je zo een stuk bakken en dan kun je ze losbreken als een worstbroodje. De wustbroodjes vliegen over de toonbank. Maar of Wusten zelf ook naar binnen slaat, papa Wust in ieder geval wel. Ja, ja, volgens mij wel, want hij kwam regelmatig terughalen, ja. Maar Irene zelf, die is volgens mij niet vaak ingeholen. Veel meer trainen, denk ik. Wust mag de 13e weer aan de slag en het is te hopen voor haar en voor de slagers in het dorp dat het succes nog even voortduurt. Thank you.